Dikslager, winnaar van de plantsoenloop tijdens een hele mooie editie en een hele mooie prestatie vandaag. Hoe ging het? Ja, het ging wel zwaar vandaag. Wel heel goed. Ik heb de 8 kilometer gewonnen, dus daar ben ik heel blij mee. Het plan was van tevoren om er een uitdagende wedstrijd van te maken. Dus Eddie zei, je moet de 8 kilometer doen, want we gaan nog wel lange afstand doen deze periode. Maar je moet wel de 4 kilometer ook als eerste doorkomen. De start was tegelijk. En dat was wel een uitdaging, want ik moest tegen Jaap Gerben, Tijmen en Thomas. Nou, de training ook wel veel mee gelopen. Dat zou wel een uitdaging zijn, maar uiteindelijk kon ik na één ronde al wel afstand nemen. En de tweede ronde redelijk goed doorgetrokken, dus ik kwam al wel als eerste door. Maar toen ik de derde ronde inging, toen dacht ik, oh man, toen waren mijn benen echt zo zwaar. Toen dacht ik, oké. Steady doorlopen en dan proberen die laatste ronde nog alles uit te halen. Want het doel was dan ook de 8 kilometer te winnen, maar niet meer dan 30 seconden verval te hebben. Want dan moest ik nog echt wel doorlopen. Dat is denk ik net niet gelukt. Ik weet nog niet precies wat mijn doorkomst was, maar volgens mij, ja, het zal echt ontspannen. Ja. Maar uiteindelijk wel een hele goede race. Ik heel diep kunnen gaan. Mooie winst dus. Hoe zien jouw komende weken er eigenlijk uit? Ja, we gaan misschien 2 weken trainen en dan volgens mij over 3 weken de veranderloop. Dan wil ik weer een klein piekmomentje kijken op de korte cross. Voor het eerst ga ik dat doen. Kijken hoe ik daar kan lopen. En dan begin december naar Lanzarote. Daar 3 weekjes lekker in het warme weer veel trainen. En dan in deze winter ga ik indoor doen. 1500 of 3000 nog even kijken en dan hopen dat ik daar nog een beetje goed kan lopen en daarna weer doorwerken naar de zomer. Klinkt als een goed plan. Ja. Succes ermee. Dank je.